het spelen en die band die viel af, dus ik had die gitaar zo vast bij de snaren. En toen ging ik gewoon zo zwaaien. Maar het was ook, echt een nummer waarbij dat even kon. En Vincent's gitaar, zijn basgitaar, zijn strap ging los, dus toen viel die zo bijna op de grond. Ging gewoon doorspelen. Ik had het niet door. Ik ben Joy, ik wil in de band Oxblood. Ik heb het opgericht op school. Dus ik moest een eindpresentatie hebben. Ja, sindsdien zijn we bezig. Ik ben Otis, ik ben gitarist bij Oxblood. Vincent die zit dus ernaast nu. Ja. Vincent is de bassist. En we hebben Nathan op de drums, die zit nu in Oostenrijk. Ik schrijf de muziek en dan componeer ik dus alles. En dan leg ik het aan de band voor en dan maken hun een eigen versie daar ook van. En natuurlijk wel binnen bepaalde lijnen. Ja, natuurlijk is alles, je hebt rustige nummers en drukke nummers. Maar dreamy indie folk rock. Zou ik het noemen, ja. En dan met invloeden van shoegaze en country en folk en zo. Ik denk dat onze band heel uniek is. Het heeft een hele erg eigen sound en je wordt echt meegesleept in het gevoel. Ja, en wie weet ga ik ook weer slingeren met de gitaar en zo, ja. Weet je. Dat is, een beetje onvoorspelbaar. Niet elke show is hetzelfde, dat is ook een ding. Ja. Nu wel gaan spelen, zeg maar. Moonlight Train, dat heeft ook een hele mooie. Er was ooit een situationship, laat het zo noemen. En ik ben heel moeilijk, ik kan niet loslaten. Dus ik heb daar heel veel moeite mee. En ik dacht, ga ik gewoon schrijven. En ik was heel erg geïnspireerd door Big Thief. Daarop geïnspireerd, dus gewoon loslaten. En een heel vrij gevoel moet het geven. Zijn we dan niet indie folk met een punk mentaliteit? Eigenlijk wel, hè? Ja. Want we houden wel echt heel erg van elkaar. Ja, graag. Ik heb wel echt het gevoel dat elke show een andere belevenis is. Dus ik denk dat één voorronde ook gewoon niet genoeg is. Nou, je hebt maar één voorronde volgens mij. Ja, één show is niet genoeg.